Je wordt helemaal gek van identiteit. Omdat te bewijzen in het werkelijke leven is heel ingewikkeld. Maar digitaal is het nog veel ingewikkelder. We hebben DigiD, maar we hebben ook Estonia. In Nederland is het bedrijf wat heel veel aan DigiD doet. En eigenlijk vooral in DigiD 2 en 3.0 is Digidentity. En ik ga eens even met de eigenaar en oprichter praten, Marcel Wint. We hebben ontzettend veel identiteitsmiddelen. Het paspoort, nationale identiteitskaart, het rijbewijs. We hebben pasjes van alles en iedereen, van banken, van KPN'ers. En je wordt er helemaal gek van. Online is het nog veel meer confusing. Er is eigenlijk geen goed systeem om te bewijzen wie je bent en wat je bent. En zeker niet om te bewijzen hoe je dat voor elkaar krijgt. Hou nog even vast. In Estonia, ik heb een eigen identiteits daar gekregen, een digitale identiteits. Hiermee, met dit pasje, kan ik overal kan ik stemmen. Ik kan bij al mijn gegevens, ik kan zien wie er bij mijn gegevens zitten. Ik kan mezelf identificeren, authenticeren bij gewone websites, bij bedrijfswebsites, bij overheidswebsites. En dat systeem hebben wij in Nederland nog niet. Maar als het aan Digidentity zit, ligt, waarbij Marcel Wint hier de directeur van is, gaat dat veranderen. Ik ben compleet confused over identiteit online. Ik weet dat dat DigiD is en ik weet dat de banken wat hebben, maar ik heb niet het idee dat er een goed systeem is. Hoe lang duurt dat nog voordat wij dat krijgen, Marcel? Ik denk dat we volgend jaar dat we één systeem overhouden. We hebben nu DigiD, Idensis, e-herkenning, IDIN. De bedoeling is dat het allemaal gaat migreren naar één systeem. Dit jaar doen we de pilot met Idensis. E-herkenning loopt al 5 jaar. Die zullen aan het eind van het jaar in elkaar migreren. Dan moeten we alleen nog de banken overtuigen dat ze er ook bij aansluiten. Oké, jullie hebben allemaal nu woorden gehoord waar niemand één zak van begrijpt. Maar we gaan het nu eventjes uitleggen hoe we dat op een gegeven moment gaan gebruiken. Eerst even over het bedrijf. Wij zijn ooit nog eens een keer buren geweest. En toen had jij een ingenieursbureau, geloof ik, hè, met AutoCAD. En toen maakte ik software. Ja. Dat was in Grijswijk. Wat ben je daarna gaan doen? En na het ingenieursbureau nog een bedrijf gehad in mobile messaging. Ringtonen, Golden Bytes, zo'n heel groot bedrijf. Dat, je bent echt een wave, heb je toen te pakken gehad. En hoe ben je toen in de identiteitssoftware terechtgekomen? DigiD is een mooi product, maar dat moet ook voor de private sector een mooi product worden. Dat is niet mogelijk vanwege het BSN-gebruik. Dus toen dacht ik, laten we een privaat identiteitsbedrijf op gaan richten. Dat is inmiddels in 2008 geweest. Dus nu begint het eindelijk te werken. Iedereen gaat het snappen dat we het nodig hebben. Ja, oké. 2008 ben je ermee begonnen. Ja. Oké, eerst DigiD, want dat is eigenlijk het bekendste systeem wat we allemaal hebben. Daar heb jij versie 2.0 van gemaakt, hè? Ja, we hebben hier, we bouwen het nog steeds, onderhouden het nog steeds. En hebben we inderdaad versie 2.0 toen voor gebouwd. Is dat een succesvol systeem, dat DigiD? Als je dat zou moeten op basis van gebruik of op basis van systematiek of niet gehackt? 12 miljoen Nederlanders hebben een DigiD, dus dat is redelijk succesvol, denk ik. Ja, maar ik vind het elke keer als ik het gebruik, vind ik een ramp met die afgrijzelijke wachtwoorden die ik elke keer weer moet veranderen en dat soort zaken. Ik word er niet echt blij van en ik gebruik het ook eigenlijk heel erg weinig. Ja, daarom is de bedoeling binnen Idensis dat je zowel publiek als privaat kan gebruiken. Zowel bij de overheid als straks bij bol.com kan gebruiken. Okay, het eerste woord, Idensis. Idensis is dus de volgende versie van DigiD, of hoe zou ik dat makkelijk moeten uitleggen? Ja, je ziet wereldwijd zie je een verschuiving gaan van DigiD noem ik altijd de Napoleon database. Dat is onze overerving van Napoleon 210 jaar geleden. Een aantal landen hebben dat niet, dus die gaan private partijen inschakelen om de identiteitsproblematiek op te lossen. En dat doen ze. Dus DigiD is een overheidssysteem, ja. Natuurlijk. Hè? Dus van de Belastingdienst. We gebruiken het allemaal om onze belastingendiensten in te leveren. Dat is ongeveer het enige moment waar je het gebruikt. En misschien nog een beetje met RDW of zo. Overschrijven van je auto. Maar dat is een overheidssysteem. Nu komt er een systeem wat niet door de overheid, wel onder regie van de overheid komt. Ja. Maar waar private partijen zoals jullie ook gewoon iets aan mogen doen. Hoe spel je dat? Idensis. Ja. En is dat een systeem? Maar het is geen systeem, het is een netwerk. Het is een netwerk. Er zijn meerdere partijen die daar iets in kunnen doen. Ja. Oké, idensis.nl. Dat is dus een website, daar kun je heen gaan. En dan zijn er allemaal partijen die kunnen identiteit aanbieden. Is het voor personen of is het voor overheden of is het voor bedrijfsleven of voor allemaal? Idensis is op dit moment voor private personen, dus gewoon personen, ja. Zoals jij en ik. E-herkenning is voor bedrijven. Oké. Tweede, e-herkenning. Oké, e-herkenning. Het is eigenlijk ongeveer beter hetzelfde, maar het is speciaal voor het bedrijfsleven. Ja. Maar dat zijn twee verschillende namen.
Ja, twee verschillende namen. Die gaan straks migreren. Eind van het jaar is de bedoeling dat we één naam overhouden. Maar e-herkenning, dat bestaat dus al 5 jaar. Wat kun je daarmee doen? Dan kan je als medewerker iets bij de belasting doen. Of je kan subsidie aanvragen voor een bedrijf. Dus we controleren niet alleen of je de persoon bent die je zegt dat je bent. Maar ook of je namens dat bedrijf mag handelen. Dus we gaan de Kamer van Koophandel controleren. Dat soort zaken. Okay. En we zijn, ben jij dat of is dat, doe jij dat systeem? Wij zijn een leverancier binnen e-herkenning, maar ook KPN, Connectis, Z-Solutions, er zijn er een stuk of 5. Okay. En jij controleert op een of andere, je hebt een systeem opgezet dat jij controleert, oh jij werkt bij dat bedrijf en jij mag ook voor dat bedrijf mag jij handelingen doen. Dat heet dus e-herkenning en dat is onder aanvoering van welk ministerie? Dat is dan weer economische zaken, Idensis is dan weer binnenlandse zaken. Oké, dus we hebben de ene partij doet dus probeert hetzelfde te doen voor het bedrijfsleven, dat is EZ. En Binnenlandse Zaken probeert hetzelfde te doen voor de personen. Ja, dus bent u er nog bij? Het wordt nog veel ingewikkelder. Want inderdaad, binnen die twee naampjes heb je dus meerdere leveranciers. Jullie zijn een van die leveranciers van identiteitsdiensten. Dus hoe doe je dat? Als ik nou bij jullie een identiteit aanvraag onder e-herkenning en dat ik namens mijn bedrijf mag tekenen, hoe gaat zo'n proces? Een online registratie. We controleren je paspoortgegevens. Je maakt een foto met je mobiel. Je maakt een selfie met je mobiel. Dat doen we hier in huis. Doen we dat echt controleren of het paspoort geldig is. Of de selfie dezelfde is. Er zit liveness check in. Dus we kijken echt of je een levend persoon bent. Dat je niet een foto van een foto opstuurt. Ja. Dat soort zaken. Best ingewikkeld allemaal. Maar we proberen het zo laagdrempelig mogelijk voor de consumenten houden. Oké, en daarmee kun je dus als iemand die bij een bedrijf werkt, kun je jezelf identificeren. Dat is goed genoeg. Ja, dat is goed genoeg. Ja, je moet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn, je paspoort verifiëren met een live picture en dan kun je daarmee. En dan kun je daarna met een pasje of zo of met een username password werken? Username password en een push notificatie op je mobiel. Wij werken niet met pasjes. We hebben een patent op dat wij wat op een pasje staat, diezelfde veiligheid, security en level of assurance, dus hoe zeker ben je dat je zegt dat je bent, hebben wij compleet gevirtualiseerd en naar de mobiel gebracht. Ja, dus met de selfie en de paspoortverificatie, dat is goed genoeg. Ja, maar ook dan met inloggen, ook weer met diezelfde mobiel erbij om in te kunnen loggen. Dus je moet twee dingen hebben. Je moet enerzijds je moet internet hebben en anderzijds moet je een sms'je als verificatie hebben. Nee, je krijgt een push-notificatie dus. Want daar zit veel meer intelligentie in dan een sms'je. Een sms'je kan weer gehackt worden, dus dat gebruiken we niet. Mm-hmm. Okay. En jullie zijn een van de leveranciers, KPN is een andere leverancier en er zijn er nog een paar. Ja, KPN staat op het punt van toetreden ook. Op dit moment zijn we de enige leverancier. Oh, je bent de enige leverancier, oké. Maar wij hebben in ieder geval een systeem dat er meerdere leverancier komt. Nou, dan hebben we Idensis. Het een is Engels en het andere is Nederlands. En dat is dus voor de consumenten, dat is voor binnenlandse zaken. Dat systeem gaat nu, dat is nu een testfase, hè? Ja, het is nu een testfase bij de Belastingdienst. Een aantal gemeentes gaan er binnenkort mee beginnen. De SVB gaat ermee beginnen. Dus dan kan je bij heel veel overheden kan je met Idensis inloggen. Wat ik nu eigenlijk met DigiD doe. Ja, klopt. Wat is dan het voordeel of ik nou DigiD gebruik of Idensis? Bij Idensis weten we zekerder dat je zegt wie je zegt dat je bent. Ja. Plus je hebt fotoverificatie gedaan. Ja, maar er zijn ook een aantal verzekeringsbedrijven die geen BSN mogen gebruiken, die ook Idensis toe gaan passen. Dus je kan hem dan ook echt bij andere bedrijven gaan gebruiken. Oké, dus dit wordt een door de overheid geregisseerd systeem waar individuele bedrijven jouw identiteit bewijzen. En mogen daar bedrijven dan ook gebruik van maken? Als ik dat wil, kan ik dan inloggen bij ABN AMRO met mijn Idensis-identiteit? Als ABN dat accepteert wel, ja. Dus andere bedrijven, iedereen kan dat gewoon gebruiken. Dus als bol.com wil kijken, hey, is die Everts nou echt Everts? Dan kan hij mij 1 keer laten inloggen met mijn Idensis-identiteit. Ja. En dan weet hij meer met meer zekerheid dat ik ook echt ben die ik ben. Ja, klopt. Dus we hopen ook echt dat Bol en Wekamp en dat soort bedrijven toe gaan treden. Dat zij dat ook gaan accepteren. Wie betaalt dit in dit geval? Dat is nog een heel groot punt wie dat betaalt. Op dit moment betaalt er helemaal niemand. Dus we zijn dan zal het wel echt heel goed gaan. Jongens, we krijgen een identiteitssysteem in Nederland waar niemand wat betaalt. Ja. Mijn persoonlijke visie is dat de gebruiker niet, dus de burger niet gaat betalen, maar dat de bedrijven gaan betalen, want die hebben er profijt bij. Ja. Dus als Bol op een gegeven moment mijn identiteit wil verifiëren, dan betalen ze een kwartje.
Zo. Ja, euro. Wat voor prijzen moet dat zijn om eigenlijk dat te kunnen rondbreien? Om het tot rond te breien moeten ze nu ongeveer 25 euro per tik betalen. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus we moeten veel meer... Uiteindelijk hebben we 12 miljoen gebruikers. En die gaan dat gewoon 10 keer per dag gebruiken. Is het dan cent? Ja, dan wordt het een centen kwestie. Je moet het, de evaluatie, net als met Ideal, dat betaalt hij in het begin, betaalde een webshop ook heel veel geld. En op dit moment betalen ze een flat fee per maand als ze heel veel Ideal transacties doen. Ja. Dus als je nou kijkt met DigiD, hè, van als je al het geld hebt wat in DigiD gestopt is, bijvoorbeeld in jouw bedrijf om het te laten bouwen en alle ambtenaren om te managen, samen met het aantal inlogcodes, want die 12 miljoen die doen 250 miljoen keer per jaar inloggen of zo. Ja. Wat wordt er per jaar in DigiD gestopt? Is dat 100 miljoen? Is dat 50 miljoen? Is dat, wat voor prijzen per inlog moet je dus ongeveer bedenken nu? Bij DigiD gaat het echt om een centen kwestie. DigiD wordt niet zoveel ingestopt, helaas. Het is ongeveer net zoveel als een nieuwe afslag bij een snelweg. Dat wordt er jaarlijks in DigiD gestopt. En dat is hoeveel? Het gaat om ja, een paar miljoen. Ja. Dus dat valt reuze mee. En dan wordt 250 miljoen gebruikt. Dus dat is inderdaad echt in de buurt van een cent. En dat komt omdat we daar de BSN-registratie mogen gebruiken. Dus, ja. En dat mogen wij hier natuurlijk als privaatbedrijf niet. Dus wij moeten echt veel meer controles doen dan alleen maar een BSN-database raadplegen. Oké, dus dat moet in de komende jaren moet dat gaan gebeuren. Dus maar er moet toch iemand, Binnenlandse Zaken, moet toch geld investeren in dat om dat klaar te krijgen? Of moet jij als bedrijf hierin investeren? In de KPN's, moeten die dit allemaal klaarmaken? En dan maar zorgen dat ze betaald worden door de overheid of door de dienstverleners die het afnemen, de gemeentes of de bedrijven? Ja, op dit moment bedrijven als KPN en wij als DigiDenti die investeren erin. De overheid investeert er ook in en we doen het samen. Zeker voor de pilot hebben we besloten, we doen allemaal zelf investeren. En dan na de pilot, dus na de zomer, gaan we kijken hoe het businessmodel er dan uit gaat zien. Ja, dus ik kan me voorstellen als bol.com, ik wil graag wel één keertje jouw Identis gebruiken om één keer te verifiëren. En dan geef ik hem eigen username paswoord en dan weet ik tenminste zeker dat het is. Dat is mij wel een kwartje waard. Ja. Maar om elke dag in te loggen, dan wil ik natuurlijk niet. Hoeveel ga jij vragen voor jouw verificatie aan de achterkant? Ik denk dat het op een gegeven moment richting, als de aantallen voldoende zijn, dat het naar 5 cent kan gaan zakken, 5 tot 7 cent. Ja. Oké, dus dat komt er dus aan. Dat gaat dus, is nu in testfase. Dat moet dan goed, want de politiek, de Tweede Kamer is er nu over aan het praten. Hè? Ja. Dit is echt gewoon van, dat is nog allemaal politiek, nog helemaal niet duidelijk. En nog niet wie nou leiderschap moet tonen. Wat zijn de grote knelpunten? Ze moeten vertrouwen krijgen in dat private bedrijven dit kunnen. Ja. Dus ik zou zeggen, kijk naar de Engelse overheid. Die hebben daar het vertrouwen in. En dat draait al anderhalf jaar redelijk succesvol. Ook met jullie systemen? Ook met ons systeem, ja. Ze besparen daar 1,7 miljard pond per jaar op fraudegebied. Dus dat betaalt zich vanzelf terug. Ja. Oké, dus maar dat politici zijn nooit van vertrouwen. Die willen gewoon ook risico's vermijden. Wanneer wordt er over gestemd of dit systeem echt doorgezet wordt? Voor het zomerreces, dus dat is uit mijn hoofd 8 juli. Oké, en als het dan net zo gaat als met het patiëntendossier, die het dan in de Tweede Kamer goedkeurt en de Eerste Kamer weer afkeurt, dan gaat de hele zaak weer gewoon de sloot in? Ja, dan gaan we gewoon weer verder met DigiD waar we gebleven waren. En dan gaan wij toch... Dit zijn toch echt wel gewoon, als het gaat over identiteit op internet en te bewijzen dat het gebeurt, dan is dit een mooi initiatief, maar het is nog helemaal niet duidelijk of dat gaat lukken. Nee, niet duidelijk. Ik hoop het wel. Als Nederlands bedrijf hoop ik het erg. En anders, in het buitenland zijn we al succesvol. Dus dan gaan we ons verder richten op het buitenland. Okay. Als je nou vergelijkt met Estonia, die we dan hebben. Met Denemarken, Estonia. De Belgen hebben een nationale identiteitskaart. Wat zijn jouw inspiratie die je uit Estonia haalt? Of in Denemarken, of België, of Engeland? Denemarken vind ik wat. Ze lopen qua techniek wat achter. Omdat ze het al heel lang doen. Ze zijn op zoek naar nieuwe technologieën. Maar daar zie je dat ze het begrip identiteit al een andere lading hebben gegeven. Eigenlijk waar Silicon Valley het ook over gaat hebben. Okay. Dus daar is digitale identiteit is gewoon door de overheid eigenlijk, net zoals Estonia, is dat gewoon volkomen, dat is normaal. Ja, en in Denemarken zie je de bankenwereld en de identiteitenwereld naar elkaar toe groeien. Als je in de Uber stapt, stap je in en je stapt uit. Mm-hmm. En je hebt ondertussen betaald. Mm-hmm. Omdat je identiteit geverifieerd is terwijl je instapte. Dus je hoeft geen handeling meer te doen om uit te stappen. Dat moet je in de webshop ook straks kunnen doen. Je logt in en je
koopt dingen en je logt weer uit. En je gaat niet apart een ID-transactie doen. Dus die identiteit en het betalen gaat naar elkaar toe. Mm-hmm. Zolang de trust er is in die identiteit, heb je geen trust in munten meer nodig. Dus een uitermate belangrijk proces. En dit is cruciaal. Even over jouw bedrijf. Hoeveel mensen werken daar nu? We werken nu op dit moment met 60 man. En hoeveel procent van de omzet is Nederland en nu de rest van Engeland en de rest van de wereld? Ik denk dat Nederland ongeveer 30% van de omzet is. En de rest komt uit het buitenland. Okay. Wat is de meest snel interessant groeiende markten? Op dit moment Engeland. Die gaat het hardst. De overheid heeft ook echt, die tonen daar leiderschap. Van deze richting moeten we op. En daar gaat het ook op. Ja. Dat doen ze op meerdere gebieden. Ook op bouwen hebben ze BIM. Dat is dan bouwinformatiemodelling. Die maken dat gewoon verplicht in Engeland. Dus ook gewoon dus met identiteit. De Belgen hebben iedereen een nationale identiteitskaart gegeven met een chip. Hoe ver zijn zij? Ik hoor daar verschillende verhalen over. Succes. We zijn er niet bij betrokken, ja. Nee, we zijn er niet bij betrokken. Wij doen niks met pasjes en chips. We zijn milieuvriendelijker. Ja. Oké. Okay. En dan Estonia, wat is daar je mening over? Indrukwekkend dat ze in 2 uur tijd een nieuwe e-overheid kunnen opzetten in een ander datacenter. De gebruikersvriendelijkheid van de pasjes ben ik niet zo tevreden over. Ja, het was 20, dat is, zeg maar in 2000 hebben ze dat gestart. Ja. En ze doen nu ook op de mobiele telefoon met een certificaat. Ja. Zijn zij flexibel? Zijn zij een voorbeeld van je? Van hoe een overheid eruit gaat zien en een samenwerken met bedrijfsleven? Nee, meer een combinatie. Engeland deels, omdat zij overheid is een service neerzetten. Mm-hmm. Dus ze zetten 1 service neer die je binnen de hele overheid kan gebruiken. Dus niet elke gemeente hoeft weer een nieuw pakket te kopen. Dus dat maakt de overheid een stuk goedkoper. En toch bedrijven waar Google en Apple naartoe gaan. Qua technieken die ze aanbieden, die wij kunnen gebruiken. Even nog even terug naar Nederland. Wie moet nou zeg maar leiderschap tonen om het een succes te maken hier in Nederland? Want op het ogenblik heb je dus 2 ministeries en allerlei partijen. En je zegt het drijft een beetje door. Welke persoon zie je voor je die zou iets moeten doen? We hebben een digicommissaris, dus die zou eigenlijk... Bas Eenhoorn, de ex-voorzitter van de VVD, die een visie moet maken. Wat doet hij op dit terrein? Hij is op dit moment wel bezig, maar hij is volgens mij druk bezig met budgetten bij elkaar aan het schrapen. Dus we hebben binnenlandse zaken, economische zaken, maar vergeet ook de Belastingdienst niet. Die hebben het voor het zeggen, want ze hebben het geld. Okay. En hoe is het bij de Belastingdienst? Is daar leiderschap of is daar vooral voorzichtigheid? Belastingdienst is wel leiderschap. Die hebben ooit de push achter de eerste DigiD gezet, waardoor het een succes geworden is. En op dit moment geven zij ook de push aan de pilots met Idensis en Idin. Het bankensysteem. En Mijn Overheid, hè? Dat wordt echt ook... Kent iemand Mijn Overheid? Dat is ook echt ook zo'n ding wat de overheid heeft. Daar geven ze je brieven. Die deliveren ze daar. Daar kun je niks op terugzeggen. Maar dan kun je inloggen met je BSN en met je DigiD. Dan kun je inloggen en dan kun je zien of de overheid een briefje voor je heeft. En dan kun je niks terugzeggen. Ook weer zo'n systeem. Maar dat is ook door de Belastingdienst echt daardoor gepopulariseerd. Want anders, als je dat niet doet, dan krijg je geen blauwe brieven meer. Ja, het is raar dat je niks terug kan zeggen. Maar er zijn sommige mensen in de overheid die denken dat de burger er voor de overheid is en de overheid niet voor de burger. Dus eenrichtingsverkeer. Ja, wat heb je nou geleerd van dit soort... Jij doet echt 2008, dus je bent 8 jaar bezig. En ik ken al mensen die 20 jaar bezig zijn met het identiteitsgebeuren. Is dit nu echt iets van... Gaat dit nu groot worden en exploderen? Gaat de komende 10 jaar worden dat, wordt dat de groeipad van identiteit? Of zijn we nog 5 jaar bezig met een beetje proberen? Nee, ik denk dat op dit moment zeker door de technologie die ons helpt, mobiele telefoontechnologie, dat het nu heel hard gaat. Dus binnen 5 jaar loop je een winkel in en loop je een winkel weer uit en heb je ondertussen betaald en je hebt geen bankpasjes meer. Ja. Identiteit en betalingsmanieren die lopen in elkaar over en verschillende bedrijven kunnen die identiteit bewijzen. En jij bent er van plan om er 1 van te worden, een grote van te worden. Ja, absoluut. Succes met deze strijd. Ik hoop dat u het allemaal een beetje begrijpt. Als u dat niet begrijpt, dan kunt u op digidentity.nl of .com, allebei, kun je een beetje wat achtergrondinformatie zien. Maar ook de website e-dentity. Idensis, ik raak het alweer. Idensis.nl kun je ook gewoon zien hoe dit systeem werkt met allemaal met niveau 1, 2, 3, 4 verschillende partijen. En dan ook nog op e-herkenning.nl kun je ook zien hoe het voor het bedrijfsleven werkt. En dit schijnt dus allemaal in elkaar te mergen tot een smooth systeem. Ik moet het nog zien, maar ik begrijp het nu een beetje. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Dankjewel, Marcel. Dankjewel.